Als het gaat om elektrotechniek en motortechniek heeft Bosch natuurlijk aardig wat in huis. Het is dan ook niet vreemd dat Bosch hoge drukspuiten maakt. De AQT 4514 Premium die we hier hebben staan is het topmodel van Bosch. Wordt in dit geval meegeleverd met de nodige accessoires. En het aardige van het model is dat je een hoogdrukreiniger hebt met een slangenhospol. En dat vind ik zelf altijd heel belangrijk, zeker als je een hoogdrukspuit opruimt. Omdat je altijd zooi hebt met die slangen en dat is hierbij verholpen. Daarnaast is als het goed is ook voldoende opbergruimte om de belangrijkste accessoires aan het ding vast te zetten. Waardoor je eigenlijk altijd alles bij elkaar hebt. Nou, het is een hoge drukreiniger met een kracht van 2100 watt. Dus het is ook echt een goed sterke elektromotor die erin zit. En ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de praktijkervaring met deze jongen. Maar we gaan het eerst even uitpakken. Dan beginnen we even met deze terrasreiniger. Een klein wit doosje. Het zit er dus los bijgeleverd in dit geval. En nou goed, op het moment dat je doosje openmaakt, krijg je meteen te zien wat er aan accessoires allemaal beschikbaar is voor de Bosch hoogdrukreinigers. Dat zijn er heel veel. En dat is ook het belangrijke. Als je een hoogdrukreiniger selecteert, ga voor een merk dat echt gewoon veel accessoires heeft. En ja, in dit geval is dat bijvoorbeeld Bosch. Nou, wat we meegeleverd krijgen is een verloopstuk. Dat is een verloopstuk voor de lans. We krijgen een nieuw stukje lans meegeleverd. We krijgen een handleiding hoe we hem moeten gaan monteren en niet onbelangrijk hoe we hem moeten gaan gebruiken. En dan hebben we hier de terrasreiniger zelf. Dus dit wordt ongeveer de constructie die je mag verwachten. Hoe precies? Nou goed, we pakken hem natuurlijk net uit, dus ik moet de handleiding zelf ook nog even lezen. Maar dit is ongeveer, zal dit het idee zijn. Nou, kijk naar de terrasreiniger zelf. We zien een hele mooie stevige borstel, nylon gok ik zo. We zien twee nozzels erin. Ja, eigenlijk hoe een terrasreiniger hoort te zijn. En we hebben hier natuurlijk een mooi stukje scharnierwerk. Om te zorgen dat je wat meer comfort hebt tijdens het gebruik van de terrasreiniger. Nou, dan komen we bij de hoge drukreiniger zelf, de AQT 4514. Het is een hele stevige doos, mag ik wel. Het is een machientje dat best wel in gewicht met zich meedraagt. In ieder geval in de verpakking. Dus dat is een stevige doos toch wel op zijn plaats. Bij opening, het eerste wat we tegenkomen is natuurlijk een stukje documentatie. Documentatie van toepassing op dit model en het kleinere model. We vinden hier weer de nodige aansluitingen en verloopstukken. Onder andere verloopstukken voor wat we hier in Nederland toch vooral kennen als het Gardena systeem. En nog wat andere diameters. Met andere woorden, eigenlijk moet je hem overal wel op aan kunnen sluiten. Even kijken, wat is de handigste stapje? Nou, we beginnen even met deze. De autoborstel die wordt meegeleverd. De borstel is goed beschermd, zodat ze heel en schoon hier aankomen. Dat is natuurlijk belangrijk hè, bij de unboxing, dat we ook ervaren hoe de spulletjes in de doos beschermd worden. Dat was even net wat minder comfortabel. Normaal pak je zoiets uit op de grond. Voor het filmen is op tafel net even wat netter. Dit is de machine. En het maakt wel indruk hoor. Ziet er echt buitengewoon netjes uit. Goed verzorgd. Bekende Bosch groene plastic in combinatie met zwart. Rood als aanduiding van hier kun je iets aanpassen. We hebben hier, ga ik vanuit, de uitvoer van de waterstraal. Nee, de invoer van de waterstraal. De uitvoer, keurig met een haspeltje. We zien hier aan de zijkant zien we een hendeltje. Kunnen we mee opwinden. We zien hier nog een knop die ongetwijfeld ergens voor dient. Ik denk dat het vat. Ja, kijk. Handvat uit te trekken. Kijk aan de achterkant. Hier zien we drie punten waar we accessoires op vast kunnen klikken. We
zien hier het snoer vastgebonden zitten. We hebben hier een zeepreservoir. Ook handig voor als je de auto gaat wassen natuurlijk. We hebben hier twee stukken van de lans. Even kijken. 1, 2. Twee verschillende lansen. Dat zou ook nog kunnen. Even bekijken. Het spuitpistool zit hier aan de zijkant vast. Kijk, het hendeltje indrukken, dan komt hij los. Kijk, nou dat zit als gegoten. Lekker gemakkelijk. En dan zijn we helemaal rond. Nou, dat was een beetje de eerste indruk van deze machine. Nu is het natuurlijk tijd voor mij om deze machine te gaan testen. In de praktijk uit te gaan proberen. Dus ik ga het terrasje schoon spuiten. Het autootje uiteraard. En binnenkort lees je alles over deze Bosch AQT4514. Ben je nou nieuwsgierig naar wat onze bevindingen zijn? En naar de gebruiksvideo's? Check dan even de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl. En daar lees je alles over deze toch best wel indrukwekkende hoge drukreiniger.